We zijn hier in het café op de begane grond van het ministerie. En dit is en een café en tegelijkertijd ook een zorglocatie. Er wordt ontzettend veel koffie gedronken, er moet ook ontzettend veel koffie worden gemaakt. En naast mij staat barista Thomas. En aan jou de vraag die ik aan heel veel meer mensen stel. Wat zou jij nou doen als jij één dag mijn baan had? Als ik voor één dag minister zou zijn, dan zou ik voor mensen die een beperking hebben op goede baan kunnen zorgen. En op het moment dat ze zorg nodig hebben, dat het er ook is. En natuurlijk, dat zorgen dat ze genoeg geld kunnen verdienen voor hunzelf, voor leuke dingen. Ja, mooi pleidooi. Dankjewel. Een gespecialiseerde verpleegkundige is voor mensen met een langdurige ziekte vaak een onmisbare schakel tijdens de behandeling. Op het tweejaarlijks wereldcongres voor verpleegkundig specialisten had ik de eer een grote groep van deze gedreven professionals uit 45 landen toe te spreken. Door hun aanwezigheid is er meer tijd voor de patiënt en wordt de zorg toegankelijker. Ik zat ook aan tafel met de onderzoekers van het Sociaal Cultureel Planbureau. Ze hebben onlangs de hervormingen in de langdurige zorg onderzocht. We spraken over hoe die hervormingen uitpakken voor de mensen om wie het gaat en hoe we ervoor kunnen zorgen dat mensen de weg vinden in ons soms ingewikkelde zorgstelsel. Deze week ging ik ook in gesprek met bestuurders van Actis, brancheorganisatie in de ouderenzorg. In Bunnik spraken we over de personeelstekorten in de zorg. Want als we nu niet alles uit de kast halen, maar ongeveer blijven doen wat we nu doen, dreigt in 2022 een tekort van zo'n 125.000 mensen. En dat komt omdat we steeds ouder worden, meer zorg nodig hebben en omdat we vinden dat de kwaliteit van de zorg omhoog moet. En daar hebben we dus ook meer mensen voor nodig. Het kabinet zet alles op alles om het tekort terug te dringen en maakt hiervoor 350 miljoen euro vrij. Ook weer veel overleg deze week in het kabinet en binnen de coalitie over de begroting voor volgend jaar. Altijd een heel gepuzzel en daarom goed dat die puzzel nu is gelegd. Hoe de puzzel is gelegd, daarover houden we nu de kaken op elkaar. Tot Prinsjesdag, want dan presenteert het kabinet de plannen voor volgend jaar en hoe we die gaan betalen. Zo, dit was het weer voor deze week. Volgende week weer een nieuwe vlog met onder andere de opening van het academisch jaar aan de VU in Amsterdam. Werkbezoek bij ACARE, instelling voor kinder- en jeugdpsychiatrie. Voor nu, leuk dat je keek.